Drie uur op de markt in Winterswijk en een stil protest van met name bewoners van het AZC in Winterswijk. Een van hen is Mohammed Aghorani uit Irak, al 9 jaar in Nederland. Mr. Aghorani, what's so special at this protest? Want you're all inhabitants of the AZC. Yeah, actually we're living in AZC. All the people here stand with all, first of all with United Europe, and the second, especially with Brussels. So we are here against the terrorists. We are like Iraq, like Syria, like another countries against the terrorists. We run away from terrorists, and we understand what the Europe people feeling about that. And it's also perhaps so special because you're most of you are Muslim. Yeah, I am Muslim. Yeah. And that's why. And that makes a stronger sound. Yeah, the ISIS is not Islam. We are here, and at the same time we are here to say that ISIS is not Islam. The Islam is another idea. The Islam is peace, like another religions. So you will show the Dutch people that you people, are not standing about on the hand of the people who, in name of the Islam, are terrorists. Of course that. And we select the Good Friday, because today is the great day for the Christian people. We stand here in one hand with the Christian and with Jewish against the terrorists. Een winkelende wethouder, Wim Aaldering, maar niet toevallig hier, denk ik. Nee, wel winkelend, maar ook niet helemaal toevallig. Ik wist dat dit vanmiddag zou gaan gebeuren en ik vond het een geweldig initiatief. Heb ik gisteren ook op Facebook laten blijken. Ik heb het gedeeld en gezegd van dit is een geweldig initiatief. Prachtig dat ze dit doen. En ik vond dat ik in ieder geval even mijn gezicht moest laten zien. Maar dat was meer ter ondersteuning van hun dan om op de televisie te komen. Maar als we dat toch mee kunnen nemen, dan doen we dat maar. En ik heb even gevraagd waarom dat nou speciaal de bewoners van het AZC wilden zijn, maar ze wilden echt een eigen gebaar maken. Ja, het komt puur helemaal uit hunzelf. Het COA heeft hier niets aan gedaan. Wij hebben hier niets aan gedaan. Er is een initiatief echt van de bewoners van het AZC zelf. Daarom vind ik het ook zo geweldig. Dus het is op geen enkele manier gestuurd. Het is gewoon een actie vanuit de mensen zelf. En dat vind ik geweldig.